Zo, ja, dat is toch wel lekker, hè? Ja, u krijgt in ieder geval direct een jas. Dat is in ieder geval een warm ontvangst. Ja, gelukkig wel. Als het zo blijft, is dat wel goed. Ja, als u blijft aankleden? Nee, een warm ontvangst. Dat betekent dat je met elkaar een goede weg inslaat. Wat is de belangrijkste reden om op dit moment terug te keren bij NAC? Nou, de belangrijkste reden is vanuit mezelf het gevoel wat ik had voor NAC en heb voor NAC. Ik heb nogal een verleden, dus betrokkenheid en ja, een warm gevoel erbij. Maar ik begrijp je vraag, want niet iedereen zal zomaar instappen of zijn vingers branden. Een heleboel mensen hebben ook gezegd, wat ga je inderdaad doen? Maar ik had wel, ik vond wel het moment dat ik nu daarin wilde stappen, ja. Ja, want 8 punten achter, nog 8 wedstrijden te gaan. Heel veel mensen die weten het al zeker, nou, ik ga degraderen. Dan moet, waar haalt u die hoop nog vandaan? Waar haal je de hoop vandaan? Het is niet zozeer hoop. Het is natuurlijk werken met een team en een staf en trachten om tot betere resultaten. En dat is elke wedstrijd. Maar ik weet wat je zegt. Het feit is dat we inderdaad 8 punten achter staan op die plaats. Ja, niet goed staan. Maar daar moet je alles aan doen. En ik heb ook wel uit de ervaring geleerd dat tot op het laatste moment nog niks beslist is. Dus waarom zou je nu al bij neerleggen? Ik kijk een beetje naar het programma. Jullie en Emmen, daar kijk je toch vooral naar. Hebben ongeveer het even moeilijk programma met wedstrijden waarin het nog kan. Maar het wordt wel echt heel lastig. Dus waarom denkt u dat u het tij nog kan keren? Nou, wat je zegt, ik weet dat het heel lastig is of een zware uitdaging is. Maar ik denk met elkaar er alles aan te doen. En dan zal moeten blijken of we het tij kunnen keren. Maar het feit is wel dat doordat er een vorige trainer opstapt, dat er hier een trainer-coach moest komen te staan. En ja, dan kan je in clichés praten van schokeffecten. Dat heeft niet zoveel zin. Het heeft meer zin om weer het geloof te krijgen dat er misschien nog wel wat mogelijk is. Zo simpel is het. En dat is in het voetbal wel vaker gebeurd. Ja, de vorige trainer dacht niet dat er nog wat mogelijk was. Die is opgestapt. Waar houdt u zich aan vast? Wat is er dan nog mogelijk? Wat kan u nog anders doen? Nou, je ziet wel vaak natuurlijk als er andere gezichten voor de groep staan of als er iets gebeurt binnen een organisatie en het wordt wat duidelijker, dat mensen zich ook wel weer wat vertrouwd voelen of wat veiliger voelen of wat meer durven. Nou, dat zijn natuurlijk, daar ga je in eerste instantie mee aan de gang. Tegelijkertijd ga je ook kijken van, nou, hoe ziet dat team er dan uit? Hoe hebben ze gespeeld? Wat kunnen we beïnvloeden? En je moet het ook niet moeilijker maken dan het is voor die jongens. Nou, dat dachten we hier te doen. En ja, niet moeilijker maken, wat is dan de makkelijke oplossing? De makkelijke oplossing is een dusdanig iets aanbieden. Hè, of dat nou in de manier van spelen is of in duidelijke afspraakjes. Waardoor ze zich wat comfortabeler voelen. En ze hebben natuurlijk al klap op klap gehad, al die teleurstellingen. En dan moeten ze trachten uitzien te komen. En dat is niet makkelijk. We kunnen steeds daarover blijven zeuren. En ik kan daar elke keer over meehuilen. Maar het voordeel is dat ik hier nieuw instap en ik kijk niet zo ver terug. Ja, nu is Rob Penners gebeld. Die moest weg. Ja. Was dat uw verzoek? Nee, is niet mijn verzoek. Ik had hem graag als assistent gehad. Nee, ook dat zeg ik niet. Je zegt nu 2 vragen, maar dat klopt niet. We hebben geëvalueerd. Heel simpel met directie. Ik heb gesprekken gehad met directie en andere mensen. Tegelijkertijd ga je kijken wat heeft het team nodig en wat kan je beïnvloeden. Het is nooit leuk als je wordt gebeld, maar ik heb ook begrepen dat er een opening was voor gesprekken. Tegelijkertijd is binnen NAC moet je snel schakelen. En alles ligt op straat hier bij de media, dus er is snel geschakeld. Maar het is nooit leuk als je even wordt gebeld. Maar ik verwacht wel dat dat op een normale manier wordt opgelost. Ja, nu heeft u getekend tot het einde van het seizoen. Ja. Is het zo simpel? Bij degradatie gaat u weg, blijven jullie erin, dan blijft u? Of? Nee, dat weet ik niet. Ik heb puur gezegd van ik wil me focussen op dit blok. Van minimaal hopelijk 8 wedstrijden en meer. En daar richt ik me op. Het heeft geen zin om verder te kijken voor mij. Dadelijk komen er andere mensen hier, waaronder waarschijnlijk een technisch manager of directeur. En die zullen beleid gaan maken. En voor mij is het dan latere zorg dat je nog even een stukje evaluatie hebt. En ja goed, dat is een beetje het verhaal. Als we NAC dit weekend gaan zien, wat zien we dan wat anders is? Andere trainer. Maar ook iets anders op het veld, een andere manier van spelen, andere spelers. Heeft u al iets in uw hoofd of nog onbekend? Jawel, natuurlijk ga je met elkaar praten van en met die jongens, hoe is er gespeeld en wat kunnen we eventueel nog veranderen. En heeft ook te maken met een tegenstander, maar het mogen duidelijk zijn dat we daar wel naar kijken. Ja. Ja. En wat gaat u anders doen? Wat gaan we dan zien op het veld? Ik denk dat het eerst belangrijk is om deze jongens eerst maar te informeren deze week. Voordat ik alles naar buiten breng en zeg hoe we het allemaal gaan doen. Dat zou iets te wijs zijn, toch? Zou het grootste wonder uit uw carrière zijn als NAC in Eredivisie blijft? Dat mag jij bepalen. Ik denk, ja. We hebben wel een wonder misschien nodig, maar ja. Ik zou niet weten of dat mijn grootste wonder was. Nee, dat weet ik echt niet.